Dit is het TV West Nieuws van dinsdag 3 juni. Met daarin fors lagere straffen voor dodelijke ruzie Haagse Bakhuizenstraat. Werk aan de winkel. Oranje vlaggetjes moeten omhoog. En wordt Pien de beste poetsvrouw van 2014? Dag, dames en heren. 2 jaar en 1 jaar en 8 maanden cel. Dat is de straf die 2 Hagenaars krijgen voor hun betrokkenheid bij de dood van Davinder Rai Singh. De straf is veel lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. Het 30-jarige slachtoffer wordt in augustus vorig jaar in een flat aan de Bakhuizenstraat in Den Haag door de 2 in elkaar geslagen en geschopt. Daarna valt het slachtoffer door een ruit 9 meter naar beneden en overlijdt. De ruzie begint als Davinder zijn verloofde in een Haags café ziet zoenen met de 27-jarige Rano G. Davinder gaat alleen naar hun huis aan de Haagse Bakhuizenstraat. Later die nacht komt zijn verloofde ook thuis, in gezelschap van Rano en een neef van hem, de 30-jarige Rajiv J. Opnieuw ontstaat de ruzie en Davinder geeft zijn verloofde een klap. Dan gaan Rano en Rajiv zich ermee bemoeien. Ze slaan en schoppen Davinder op de gang van het appartementencomplex volledig in elkaar. Het slachtoffer valt met zijn hoofd tegen een ruit. Davinder valt vervolgens vanaf de 4e etage naar beneden. Daar overlijdt hij aan zijn verwondingen. De straf die Rano en Rajiv vandaag hebben gekregen is een stuk lager dan de 5 en 6 jaar die de officier van justitie 2 weken geleden nog had geëist. Dat komt volgens de rechtbank omdat niet valt te bewijzen dat de 2 bewust het slachtoffer hebben willen doden. Naar het oordeel van de rechtbank kan in deze zaak niet worden vastgesteld dat het hardschoppen van verdachten tegen het hoofd van het slachtoffer de aanmerkelijke kans op diens overlijden met zich bracht. Zo is niet gebleken dat u zware schoenen aan had, u had sneakers aan, u, Jarif, had blote voeten. Dus dat schoppen kunnen we niet van zeggen dat dat de aanmerkelijke kans op de dood heeft opgeleverd. Ook het gegeven dat het slachtoffer door de ruit is gegaan is hiertoe onvoldoende. Nu gebleken is dat het draadglas ruit, waarvan iedereen altijd denkt dat het heel sterk is, niet zo sterk was en dat daarom het niet uw opzet is geweest om die man door de ruit heen te trappen. Rano krijgt 4 maanden langer cel omdat hij de laatste trap zou hebben gegeven waardoor Davinder door het raam valt. Het Openbaar Ministerie en de verdediging hebben 2 weken de tijd om in beroep te gaan tegen het vonnis. De oranje versiering in de Haagse Genestetlaan hoeft niet weg, maar de vlaggetjes moeten wel verhoogd worden. De straat was al helemaal WK klaar toen de wijkagent meedeelde dat de oranje vlaggetjes te laag hangen voor de veiligheidsdiensten om nog door de straat te rijden. Nu kunnen de bewoners dus weer helemaal opnieuw aan de slag. 1 voor 1 moeten ze losgemaakt worden, de honderden linten met vlaggetjes. Een hels karwei. Maar 1 ding is zeker, de Genestetlaan in Den Haag blijft oranje. Dat gaat wel een paar dagen duren. Maar ja goed, we zijn een hoop buurtbewoners, dus gaat wel goed komen. De vlaggetjes moeten of weg of hoger worden gehangen. De vlaggetjes zouden namelijk te laag hangen, waardoor de brandweer en de vuilniswagen er niet door konden. Onzin volgens de buurt, want de hulpdiensten rijden toch niet over de stoep. Maar naar overleg blijkt nu, ze moeten omhoog voor de paarden van de mobiele eenheid. Het is wel toegegeven dat het voor de paarden zijn, voor de rellen die dan op het Jongbloedplein altijd worden uitgevoerd. Dus ja, we hebben geen keus. Het is of een oranje laan of helemaal niks. Dus ja, dan maar omhoog. En dus, hulpdiensten blij en na enig morren de buurt ook. Nu maar hopen dat deze Oranjezee onze jongens in Brazilië geluk brengt. De man die is aangehouden voor de moord op de 18-jarige Melissa Vinke is haar 22-jarige vriend. Dat heeft justitie bevestigd. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Melissa werd vorige week donderdagochtend vroeg in hun woning aan de Dijkgraafstraat in Leidschendam doodgestoken. De aanleiding is nog onduidelijk. In de maanden juni en juli kan iedereen in Den Haag gratis gebruik maken van het publieke wifi-netwerk van Ziggo. De internetaanbieder doet dat omdat het drukke maanden zijn met het WK-hockey en het WK-voetbal. Den Haag is de eerste stad waar Ziggo het netwerk tijdelijk openstelt voor iedereen. Er komen tijdelijke verkeerslichten om de doorstroming op de Koningskade in het centrum van Den Haag te verbeteren. Door werkzaamheden aan de Mauritskade werken de normale stoplichten niet, wat leidt tot verkeersproblemen op een van de belangrijkste toegangswegen naar het centrum.
Tot het zover is, helpen politie en verkeersregelaars het verkeer in goede banen te leiden. De werkzaamheden gaan ruim een jaar duren. Dat jongeren van 16 en 17 jaar in Katwijkse kroegen nog alcohol mogen drinken, betekent niet dat leeftijdsgenoten uit dorpen in de buurt massaal naar Katwijk trekken. Dat is de conclusie na een evaluatie van het alcoholbeleid van de gemeente. Sinds 1 januari mogen jongeren pas vanaf 18 jaar alcohol drinken. Katwijk wilde die wet geleidelijk invoeren door jongeren die op 1 januari al 16 of 17 waren, toch te laten drinken. Op dat gedoogbeleid kwam veel kritiek omdat men bang was dat 16 en 17-jarigen massaal naar Katwijk zouden komen. Ik heb verder geen enkele indicatie, nog van de politie, nog van de horeca, dat er jongeren speciaal op Katwijk afgekomen zijn omdat ze denken dat ze hier wel meer kans hebben om te drinken dan in hun eigen woonplaats. En ook de horeca is best tevreden over het nieuwe alcoholbeleid van de gemeente Katwijk. Het loopt allemaal lekker. Je ziet niet heel veel jongeren deze kant op trekken. Het is maar een handje vol, denk ik. Voor de rest is het rustig. En is het verder werkbaar aan de deur allemaal met het controleren? Ja, hier en daar. Ja, je hebt natuurlijk altijd je verschillende dingen. En je moet alles in de gaten houden. Ouderen die wel drank halen voor jongeren. En het is wel eens een warboel, zeker als het heel druk is. Maar voor de rest gaat het wel prima, hoor. De beste schoonmaker van Nederland komt mogelijk uit Den Haag. Al 10 jaar lang maakte de Surinaamse Pien het bekende politiebureau aan de Hoefkade in de Schilderswijk schoon. En nu maakt zij kans op de eervolle vermelding. Pien is razend populair onder de agenten. Iedere dag is Pien aanwezig op het bureau om schoon te maken. Zoals hier in het cellencomplex, waar ze regelmatig hele smerige cellen moet schoonmaken. Wat is het meest vieze dat je bent tegengekomen in de cel? Plassen en bloed en poep. Een bedankje van de arrestanten zit er niet in, maar Pien doet het zonder te klagen. De Haagse dienders zijn dol op haar. Het is een kanjar. Het is gewoon een kanjar en ze gaat maar door. Alles wordt hier netjes opgeruimd. Er staat nooit wat in de weg. Een vieze werkplek, vieze cel. Alles zit ze gewoon bovenop. Pien komt langs en het glimt weer. Echt goed hoor. Onmisbare schakel voor dit politiebureau. Pien is onmisbaar. En daarom hebben de agenten Pien genomineerd voor beste schoonmaker van Nederland. De dienders behandelen haar als een VIP. Als ik geen vervoer heb, dan word ik opgehaald van huis. Met de politieauto? Met de politieauto. En sirenes? Soms doen ze voor de gekkigheid. Pien is gewoon gigantisch betrokken. En dat maakt haar een hele bijzondere schoonmaakster. Op wat voor manier? Omdat ze iedereen ook echt oprecht persoonlijk ook kent. Goedemorgen Ed en Frank. Goedemorgen. Mag ik even hierbij? Goedemorgen. Wat is dan jullie lichte werk hier de komende 10 jaar nog? Daar gaan we wel vanuit. Dus Pien die hoort hier gewoon bij. Dus bureau Hoefkade, dat is Pien. En wilt u dat Pien de wedstrijd wint? Op onze website omroepwest.nl kunt u uw stem uitbrengen. De kleurrijke truien van Dr. Huxtable in de Cosby Show. Misschien kent u ze nog van tv. Ze waren van de hand van Koos van den Akker, geboren en getogen in Den Haag. En een fenomeen in de modewereld. Hij vertrok bijna 50 jaar geleden naar New York. Nu is hij 75 jaar en hij zit nog steeds dagelijks in zijn naaiatelier in Manhattan. Ik hou van het maken van een kledingstuk. Wie uiteindelijk dit koopt, maakt mij niets uit. Ik werk met ontzettend veel different fabrics. Dat is allemaal om me heen. Dus dat zie je momenteel. Het is één ongeorganiseerde bende. Maar zo werk ik. Elke jas en trui van Koos is uniek. Als hij aan een kledingstuk begint te naaien, weet hij nog niet wat het eindresultaat zal zijn. Dit is een goed voorbeeld. Zie, dat is een jas dat helemaal gemaakt is van allemaal stukken stof. En dan het eindresultaat is dan zoiets. In de jaren 60 ontwikkelde hij zich als kleermaker in Parijs en Den Haag. En hij had een paar jaar een winkel aan de Haagse Laan van Meerdervoort. Met $200 en een naaimachine op zak stapte hij in 1968 op de boot naar New York. Amerikanen vielen als een blok voor zijn vernieuwende stijl, waaronder tv-ster Bill Cosby.
In die dagen was iedereen er. Elton John, Cher, Bette Midler, so many. En dat was gewoon omdat ik populair was. Ik was nieuw, ik was iets speciaals. En we hadden dus heel veel van die mensen heb ik nooit ontmoet. Maar die kwamen naar de zaak en die kochten dingen. De echte hoogtijdagen zijn voorbij, maar zijn kleding verkoopt nog steeds goed. Koos is nu 75 jaar en denkt niet aan stoppen met werken. Hij is nog elke dag in zijn atelier te vinden. I've done everything, I've had a wonderful career. Dit is gewoon wachten tot je afknapt. And in the meantime, I like what I do. And God forbid, als er iets gebeurt met mij dat ik dit niet meer kan doen, dan is het gewoon over. En dan nog het weer met Huub Mizé. Aan het einde van de week krijgen we een overgang naar aangenaam zomerweer, maar voor die tijd krijgen we nog wel een paar buien te verwerken. En dat de lucht wat onstabieler werd, was vanochtend ook al te zien aan een beetje een chaotische lucht. Er waren wat hoge wolken, wat stapelwolkjes. En dat bleef eigenlijk voor een deel van de dag het geval. En ook vanmiddag hadden we een beetje een dergelijke wolkenlucht. Maar de bewolking begon inderdaad meer en meer te betrekken. En vanuit het zuiden waren er ook al een paar buien onderweg. Toch werd het vandaag nog wel 20 graden. Maar de komende nacht en ook vanavond al kunnen we te maken krijgen met die buien die dus vanuit Zeeland onze kant uitkomen. Daarbij een wind die langzamerhand weer in kracht gaat afnemen en uiteindelijk veranderlijk wordt, terwijl de temperatuur daalt tot ongeveer 12 graden. En morgen dan hebben we vrij veel bewolking met ook dan een aantal buien. De wind is aanvankelijk zuidoostelijk, zwak tot matig, maar wordt in de loop van de dag zuidwestelijk. En morgen wordt het ongeveer 18 graden. Donderdag krijgen we in de loop van de dag wel weer opklaringen nadat het 's ochtends eerst nog heeft geregend. De wind wordt dan west tot zuidwest, wordt aan de kust tijdelijk vrij krachtig. En de temperatuur op donderdag ongeveer 17 graden. Maar ik zei het al, daarna gaat de temperatuur oplopen tot zomerse waarde. Dankjewel Huub. Tot zover het TV West nieuws van dinsdag 3 juni. Meer nieuws is te vinden op onze website omroepwest.nl en op de apps voor de mobiele telefoon en de tablets. En daar vindt u ook onze WK Hockey live blog. En natuurlijk alle hockeywedstrijden voor- en nabeschouwingen hier op TV West en Radio West 89.3 FM. Om 7 uur morgenochtend is het TV West ochtendnieuws er weer. Ik wens u voor nu een hele fijne avond.